Een stuitje heeft namelijk alles te maken met wat veel dieren nog wel hebben. Namelijk een staart. Lang geleden hadden onze verre voorouders namelijk ook een staart. Ja, wij hebben al lang geen staart meer, maar wel een staartbeentje. Dat kun je hier op dit skelet supergoed zien. Kijk, hier onderaan, dit aanhangseltje, dat is je staartbeentje, oftewel je stuitje. En die ken je misschien wel van als je hard op je billen valt, dan doet dat pijn aan je stuitje. Het heeft 4 staartwervels. En als je goed voelt, zo net boven je bilspleet, dan voel je daar je stuitje zitten. En dat stuitje heeft nu helemaal geen functie meer, want we hebben allang geen staart meer. Maar dat is niet altijd zo geweest. Voor de oorsprong van het staartbeen moeten we zo'n 20 miljoen jaar terug in de tijd. De mens zoals we die nu kennen, die bestond toen nog helemaal niet. En hoe verder we teruggaan in de tijd, hoe dierlijker we eruit zagen. Ze waren bijvoorbeeld heel erg behaard, we liepen op 4 poten en we hadden zelfs een staart. Onze voorouders leken een beetje op apen, zoals deze gorilla's. En ze leefden in bomen. Ze liepen op 4 poten en die staart die gebruikten ze om zichzelf in balans te houden tijdens het klimmen. Maar van de bomen verhuisden onze voorouders naar de grond. Ze werden zwaarder, ze werden groter en ze gingen op een gegeven moment op 2 benen lopen. En zo begonnen ze steeds meer te lijken op de mens die wij nu zijn. Ja, en die verandering van onze op apen lijkende voorouders, die noem je de evolutie van de mens. Ja, die staart die hadden we niet meer nodig. Dus in de loop van de evolutie werd die staart steeds kleiner. En zo'n 18 miljoen jaar geleden verdween de staart helemaal. En het enige wat overbleef was ons staartbeen, oftewel het stuitje. Ons stuitje ondersteunt geen staart meer, maar het heeft nog wel een functie. Er zitten bijvoorbeeld spieren aan vast, zoals onze bilspier. En als we gaan zitten, dan vangt het schokken op. En als we dan eenmaal zitten, dan wordt het gewicht mooi verdeeld over het staartbeen en over je heupbotten. Dus dat stuitje, dat zorgt voor balans en stabiliteit. Bij veel dieren zit er nog een staart aan het staartbeen. En dat is niet voor niks. De cheetah gebruikt hem als roer om op hoge snelheid in balans te blijven. En giraffen en zebra's gebruiken hun staart als vliegenmepper, net als een paard. En de wallaby die steunt op zijn staart als die rust. Het is eigenlijk een soort krukje. Toch een gek idee dat onze verre, verre voorouders nog gewoon met een staart rondliepen. Wij hebben dus alleen nog een staartbeen. En de mensapen zoals de chimpansees en de gorilla's, die hebben ook alleen nog een stuitje, net als wij. En met dat stuitje zijn we dus verwant aan onze verre voorouders.